Rust, daar heeft Mike Teunissen behoefte aan na zijn eerste echte grote koers. 3,5 weken weg van huis is altijd wel lang en is wel fijn om weer thuis te zijn. En wel lekker om weer eventjes niks te doen en ja, gewoon te rusten. Ja. Ja, trouwens rust, hè. Vaatwasser leegruimen, stofzuiger dweilen, noem het allemaal op. Het hele huishouden kan ik ook gaan doen. Samen met zijn zusje Brit, die ook iedere dag traint, bereidt hij zich voor op een ritje in de buurt. En dat komt niet vaak voor dat de twee samen fietsen. Ik ga liever 's morgens gewoon meteen trainen. Dus ja, en ik moet meestal wel hard fietsen. En... Dat kan ik niet, denkt hij. Teunissen kijkt tevreden terug op zijn debuut. Zijn doelstelling was de finish halen in Madrid. Het was af en toe afzien voor de 23-jarige renner van Lotto Jumbo. Achter in het peloton met 195 zien we Mike Teunissen, die toch prima deze Vuelta verteert. Dat moet toch ook gezegd worden. 23 jaar is het broekje pas. Absoluut. Er zit talent in Nederland. Het was zwaar, maar een afstappen heeft hij nooit gedacht. En ik heb nooit echt gedacht van help of zo. Nee. Maar een echte rol heb je nog niet kunnen spelen. Nee, precies. Dat is jammer eigenlijk. Of in ieder geval, daar had ik toch wel meer van gehoopt. Maar aan de andere kant is het ook niet onlogisch als eerstejaars. Niet echt heel gemakkelijke Vuelta. Ik heb er niet heel veel van gezien. Iedereen denkt dat ik de hele dag voor de televisie zit. Maar ja, de keren dat je Mike dan ziet, dat ja, is toch minimaal. Dus ik heb het wel gevolgd natuurlijk. Maar ja, het was een paar keer wel spannend of dat hij de finish ging halen. Daar rechts met 195 is die Mike Teunissen waar we het net over hadden. De familie Teunissen volgde behalve hun zoon en broer ook de verrichtingen van hun provinciegenoot Tom Dumoulin. Wij kijken eerst inderdaad naar Mike en naar Lotto Jumbo. En daarna ga je inderdaad heel erg hopen dat Tom het allemaal haalt. En ja, we zitten gewoon ontzettend te balen als je dan ziet dat het inderdaad op de zaterdag, eigenlijk de dag dat het zou moeten gaan lukken, het net niet lukt. Nou, als ik over een paar jaar doe wat hij nou doet, dan zou ik het prima vinden. In dat opzicht is het wel een voorbeeld voor me, ja. En dan net voor de regen keren broer en zus terug naar huis. Ja. Wie is er beter? Goeie vraag. Het zal een probleem niet zijn, denk ik. Nee, die moet ik normaal gesproken wel kunnen hebben.